Vanmiddag worden er heel veel workshops aangeboden ter inspiratie om nog beter gemotiveerd aan de slag te gaan. We hebben in de ochtend twee sprekers, uiteraard onze president en een grote verrassing, die zal ik straks aankondigen. En ook zullen wij meenemen in het studentenproject, van het best gehonoreerde studentenproject van 2011, waarover straks meer. Dan gaan we pauzeren en krijgen we mooie workshops. Ik zou u willen vragen, als u de behoefte heeft vandaag om te twitteren, doe dat vooral, #Kivimiria. U kunt dan zien wat het resultaat hiervan is. En ook hebben we in hal 2 borden staan. En ik wil u van harte uitnodigen om daar een bijdrage te leveren voor de troonrede die in september gehouden zal worden. We hebben een korte traditie. Martin van Bernis houdt zijn technische troonrede en hij moet natuurlijk wel input hebben voor die troonrede. Dus ik daag u uit vast uw bijdrage te leveren. Dan heb ik ook nog een verzoek. U heeft alle een evaluatieformulier gekregen. U hoeft zich niet al nu in te vullen, maar in de loop van de dag zou het wel heel fijn zijn, zodat we aan het einde van de middag een evaluatieformulier in ontvangst kunnen nemen. Voordat ik Martin uitnodig zijn verhaal te houden, ga ik even naar de achterste rij. Want u ziet veel jonge leden, ook jonge dames. Ik begreep de studentenvereniging uit Enschede. Mag ik jou eens vragen, wat motiveert jou om hier vandaag aanwezig te zijn? Vertel even je naam. Ik ben Jolien Brouwer en ik vind het vooral leuk om, wat mij motiveert is dat veel studenten, technische studenten, bij ons niet van Kivimiria afweten. En ik denk dat je er heel veel aan kan hebben als je daarin doorgaat. En het motiveert mij om die studenten te betrekken bij de activiteit. Heel goed, dankjewel. Ik stel me zo voor dat vandaag de dames centraal staan. Dus ook u wil ik even vragen. Wat inspireert u? Goedemorgen, mijn naam is Saskia Houwing. Ik ben dus afdelingsbundige coördinator op de Technische Universiteit in Eindhoven. Wat ik een heel mooie toegevoegde waarde vind van Kivimiria, dat is iets. Wat mij werd getoond op de Nationale Carrière-dagen 2 weken geleden, en dat is het ledenboek. Ik denk dat Kivimiria het netwerk op een hele goede manier kan benutten door meer thuiszaken in het ledenboek. Er kwam onder andere een student langs en die wilde na zijn studie gaan werken in Duitsland en bij voorkeur in de automotive-industrie. En mijn collega Arno Herman, die liet mij daar ook zien en die student zien. Dat door middel van het zoeken naar leden in Duitsland en vervolgens per sector automotive 36 leden op dit moment uit de lijst naar voren kwamen. Dus dat is een heel mooi tastbaar voorbeeld en een heel nuttig middel lijkt mij om te gaan gebruiken. Heel goed, dankjewel en fijn dat onze technische universiteiten zo goed vertegenwoordigd zijn vandaag. Van het zuiden en het oosten, heel goed. Martin, jij hebt inmiddels kunnen warm draaien. Mag ik jou uitnodigen naar voren te komen? En als eerste vraag zou ik jou ook willen stellen, wat motiveert jou? Je mag achter het katheder of wat? Ja, een microfoon. Ja, wat motiveert mij? Maar dat gaat dan specifiek natuurlijk over Kivimiria. Wat motiveert mij in techniek? Dat is natuurlijk al lang geleden geboren. En daarom ga je ook techniek natuurlijk studeren. Maar wat motiveert mij nu naar, dit is mijn tweede besturendag dit jaar. Oh, ik moet hem al aanzetten. Weet je, ik kan het zo goed geregeld hier, want vroeger moest je ook de deur open duwen hier. En daar heb ik ook al wat aan laten doen dat die vanzelf open gaat. Dan moeten we dat dit jaar maar voornemen, denk ik. En een ijskenner. Het is mijn tweede besturendag en dan ben je toch zo'n 2 jaar, bijna 2 jaar met zo'n vereniging bezig. En in het begin denk je, nou ja, de oude voorgevel en dat oude gebouw, zal het met de rest van die vereniging nou wat beter zijn? Dan kom je die doorloop hier tussen, nou, dat ziet er eigenlijk wel flitsend uit, met een wand die in zijn totaliteit open kan.
De eerste keer is het mij wel dat we demonstreren in Nico-Kamilik vast nadat hij een meter over was. En dan kom je hier uiteindelijk op het kantoor hierachter. En denk je, ja, zo'n 60e jaren bouw, is het nou wel zo'n flitsende vereniging? Nou, ik moet zeggen, dat beeld is er aardig bijgesteld. Als je nu weer ziet, want jullie zijn natuurlijk allemaal besturen, jullie hebben allemaal een functie binnen die vereniging. En dat doen we allemaal vrijwillig. Dat is misschien ook goed om dat ook nog eens te vertellen, want ik hoor nog wel eens verhalen van hoeveel vennootschap of omzetbelasting betaal je nou voor die functie bij Kiwi. Het hoofdbestuur doet het net zoals jullie allemaal, puur uit liefde voor deze vereniging. Erger nog, de leden van het hoofdbestuur zijn ook verplicht en betalen het lid van Kiwi. Het lijkt me goed om toch eventjes, ik hoor nog wel eens van die signalen uit de omgeving waar dat anders komt bij. Dat is overigens niet anders dan de PD voetbalvereniging waar ik wat voor doe. Dat is een andere vereniging als Vertoon, had ik erover gezegd, maar dat mag wel bekend zijn. Het is wel een vereniging die hoger staat op het ogenblik in de ruimheid, al is het niet zo heel veel. Wat inspireert mij met die techniek? Dat is vooral het omgaan, moet ik zeggen, en ik ben er ontzettend blij dat er vanavond zoveel jongeren zijn. Het omgaan met jongeren die met die techniek bezig zijn, en waarvan we nu al weten dat die bezig zijn met de wereld van overmorgen. Dus niet meer de wereld waar wij ouderen in leven, maar de wereld waar zij in leven. En als je dan ziet wat er in de technologie gebeurt, maar hoe weinig we ons realiseren wat er met de techniek aan de hand is en waar overal techniek achter zit, dan is dat fascinerend. En ik herinner mij de eerste gesprekken die ik met de Kivinier Students had. En ik zei, wat leren jullie nou dat die vereniging voor jullie doet? En ik heb er vorig jaar ook over gezegd. En zei, weet je, kun je die CEO's die dat gemaakt hebben, kun je die nou niet eens bij ons op het podium brengen? Zodat we daar eens naar kunnen luisteren wat die kerels bewogen heeft, wat ze doen, wat voor moeilijkheden ze hebben. En dat hebben we gedaan. We zijn in Eindhoven begonnen met de CEO-lezing. 4 stuks. Twente heeft er intussen 2 of 3 achter de rug. En Delft kon natuurlijk niet achter blijven. Die heeft ook de eerste 2 in de boodschap. Hartstikke succesvol. 200 man in de zaal. Een kort verhaal over zijn CEO. Die is gewoon eerlijk verteld. Waar ben ik er tegenop gelopen? Hoe is het nou gegaan? Was het allemaal gepland? Gebeurde dat gewoon? Moet je allemaal naar de top? En dan vervolgens een discussie. Die in de meeste gevallen uitloopt tot 2 uur. En daarna nog doorloopt. Bij het gratis biertje wat de universiteit gesponsord heeft. Dat is wat ongelooflijk motiveert. En ik ben ontzettend blij dat ik vandaag weer zoveel jonge mensen zie. Want dat is uiteindelijk de toekomst van de vereniging. Niets ten nadele van die ouderen, maar die hebben heel veel bijgedragen aan de techniek waar we vandaag over beschikken, waar we vandaag mee kunnen doen. Jongeren hebben het in de hand van morgen. Ja, en dan zie je dat er toch maar zo weinig mensen techniek gaan studeren. Ik heb een studie voor de HBO-raad mogen doen. En hebben we vastgesteld dat 1,6, dus 16 van de 100 studenten in het hoger beroepsonderwijs kiest voor techniek. Als er niets gebeurt met de ontwikkeling van dit land, en we gaan door, we hebben die kleine dip een beetje vergeten, maar als er dus geen gekke grote innovaties plaatsvinden, dan hebben we in 2020 er 40 op de 100 nodig. Het is gewoon om bij te blijven. Willen we nog gaan groeien in de economie, dan zullen we meer nodig hebben. Dan moet ik bijzeggen dat de technische opleiding kennelijk zo goed is dat we op 40% van de ingenieurs kwijtraken aan andere beroepen. Dat is heel positief over die opleiding. En het is helemaal niet zo slecht als op andere plekken ook ingenieurs zitten. Maar we komen ze wel aan de kant van de echte technische vakken, komen ze gewoon tekort. Als dat niet zo zou zijn, zouden we tot 2015 geen probleem hebben. Een ander punt waar we tegenaan lopen is dat we toch wat opener moeten worden als overheidsvereniging voor de buitenlandse studenten. Philips heeft geen probleem om aan mensen te komen. Maar waar ze vandaan komen is een heel ander punt. Aanzienlijk meer uit het buitenland. Ze zijn het soms verplicht om research delen over te brengen naar het buitenland, zodat ze toch in die mensen kunnen komen. Dat is op zich allemaal niet zwaar. Daar zullen we ook weer moeten spelen. Dat geeft ook weer een bevruchting wederzijds van de opleidingen in die landen. Maar we zullen ook als vereniging daar nog wat meer mee moeten gaan. Door ook buitenlanders een plaats te bieden in deze vereniging. Een volgend punt dat ik belangrijk vind, is dat wij nog heel erg, zoals de studies, gericht zijn op die verticale bedrijfstakken: werkkrachtbouw, elektrotechniek, lucht- en ruimtevaart. Terwijl als je naar de toepassingen kijkt, vroeger kon je techniek voelen, een mooie brug die kon je ook nog voorstellen. Tegenwoordig loopt techniek dwars door gebieden heen. Het gaat om de applicaties en het gaat om de samenwerking tussen verschillende technieken. We hebben een heel mooi voorbeeld met sportengineering, waar je ziet, nieuwe afdeling sportengineering, waar je ziet dat de verschillende vakgebieden allemaal in dat ene horizontale thema terechtkomen. We zullen dus nog meer naar die horizontale thema's moeten kijken. Er wordt nagedacht over een horizontale afdeling projectmanagement. Projectdirecteuren, projectmanagers,
worden nog wel eens onderschat in het bedrijfsleven. Terwijl hun belangrijkheid door de complexiteit van projecten alleen maar toeneemt. Dus daar zullen we ook mee aan de gang moeten gaan. Verder hebben wij natuurlijk een beetje de buitenwereld gezocht. Want wij waren wel erg met onszelf bezig. En die voordeur die was natuurlijk best een beetje symbolisch. Daar moest je je volle gewicht tegenaan te gooien om eindelijk bij die ingenieurs naar binnen te komen. En dat was nou een van de eerste dingen waarvan ik dacht, dit gaat dus niet zo blijven. Als iemand die trap opkomt, dan moet die deur uitnodigend open gaan. En dat staat borg voor de openheid, dat staat beeld voor de openheid die wij als ingenieurs moeten betrachten. We moeten veel meer met die buitenwereld communiceren. Niet denken dat ze het toch niet begrijpen, want dat zijn wel de mensen die nou onze techniek moeten afnemen, die onze techniek zullen gaan gebruiken. En dat doen we. We schrijven in onze columns en we durven steeds meer te vertellen. We gaan steeds een stapje verder. We durven af en toe zelfs wat over de economie te vertellen. Want laten we niet vergeten, zonder die maakindustrie waar die ingenieurs in zitten, kunnen we het met die economie ook wel vergeten. Dus we gaan er ook wat over roepen en we gaan ook standpunten innemen. En we gaan ook standpunten innemen voor die foute ingenieurs. Die roepen dat de geboorde tunnel onder de waterweg toch echt veel beter is. En als je dan ervaring met gisteren lokalis hebt opgedaan, dan weet je ook alles van tunnels. Ook dat soort dingen gaan we dus aanspreken en gaan we stelling innemen. Want hij heeft toch even de land spreken voor Wandelinga, want hij durft toch een andere diepte in te gooien. Ja, dat is laat ik daar dan toch twee woorden over zeggen. Ja. Nee, we moeten hier nu neergaan. Ik was vanmorgen uitgenodigd voor de Tros Nieuws Show om daar wat over te zeggen. Maar natuurlijk gaat bestuurder dat voor. Maar we hebben wel uitgevonden dat deze meneer ingehuurd is door een reclamebureau. En het resultaat is dat de ingenieurs van Rijkswaterstaat in hun hemd gezet zijn. En dat het project weer een paar maanden vertraging op heeft gelopen. Deze meneer heeft nul verstand van tunnels. En ik weet wie het is. Tot zover. We gaan Wat hebben wij gedaan? Onze debatten techniek en politiek. En voor de nieuwe bestuursleden is dat net even op touw gekomen. Lopen ongelooflijk goed. We durven ook vanuit onze technische beroepen wat over de politieke thema's te roepen. Want nogmaals, zonder techniek is er geen wereld. We hebben onze CEO-lezing wat ik al even zei. We hebben onze maatschappelijke adviesraad. We hebben een adviesraad gevormd met mensen buiten onze kring. Waar we één keer per jaar onze thema's mee toetsen. En waarvan wij van hun willen horen. Van hoe kijken jullie nou naar die ingenieurs, naar dat technische beroep. We doen mee met het in de media, we doen mee met Industriepoort. Van de week hebben we een Industriepoort gehad met een discussie met de minister van Onderwijs. Waarin we nog een keer gezegd hebben, geef een incentive op de technische studies. Zorg ervoor dat een complexe studie als techniek, dat die een klein voordeeltje hebben. Al was het alleen maar om meer mensen in die techniek, om meer makkelijker de keuze te laten maken om voor techniek te gaan. Ik noem nu al eventjes de HBO-raad. We hebben nu samen met FME besloten dat er lopen ontzettend veel onderwijsstudies, onderwijsprogramma's. De ene is met het VMBO bezig, de andere met het MBO, de derde met het HBO of het wetenschappelijk onderwijs. Maar het zijn allemaal losstaande studies. Wij hebben nu voorgesteld dat we samen met FME deze initiatieven bij elkaar gaan brengen om een doorlopend onderwijsadvies te krijgen. En dat begint dan zelfs niet in het VMBO, maar dat begint op de lagere school. Want daar liggen de eerste beginselen om mensen of kinderen voor techniek te interesseren. Allemaal initiatieven waar we mee bezig zijn. Waar u ook mee bezig bent en voor een deel ook zou moeten zijn. Want wat zou u kunnen bijdragen? Vertel gewoon uw omgeving over die dingen waar ingenieurs mee bezig zijn. En het klinkt zo simpel, maar het is gewoon zo. Kinderen weten wel hoe een pc eruit ziet, weten ook wat je ermee kan doen, maar dat dat techniek is, is niet meer tussen de oren. Door gewoon te vertellen over mooie producten, door mensen en kinderen en neefjes en nichtjes en wat dan allemaal mee te nemen naar open industriedagen of naar open kasdagen, of neem ze een keer mee naar de Tweede Maasvlakte en dan zie je dat er echt opnieuw ingepolderd wordt naar de Noordoostpolder, die de meesten al in gedachten hebben als ze ongeveer de laatste polder van Nederland. Daarmee zullen wij echt in staat zijn om kinderen weer te interesseren voor die mooie techniekvakken. En dan ben ik er ook van overtuigd dat we die 4 op de 100, die 40 op de 100, dat we die ook weer gaan halen. Laten we ook een beetje wegblijven uit het negativisme. We schrijven in Nederland, met name in de pers, geweldig graag over alle dingen die niet goed gaan. Denk aan de spoorwegen. Denk aan de wissels. Denk aan het genoegen waarmee een vertraagd project de pers haalt.
Dan kun je echt zeggen, de projecten die wel op tijd lopen, en dat zijn er gelukkig veel meer. Dat wil ik een beetje de bouw zien, die zien we echt niet in de krant terug. Goede initiatieven, we hebben geen aandacht van de pers, alleen de problemen. Ook daar kunnen wij met z'n allen wat aan doen, door erover te praten, maar ook door zelf columns te schrijven, maar ook in je lokale blaadje daar wat over te zeggen. Allemaal mogelijkheden die helpen. Tot slot, onze vereniging gaat het goed. Het leden, de daling van het ledenbestand is tot staan gebracht. Natuurlijk zijn er leden die opzeggen, er zijn ook leden die overlijden, zo gaat het, want je bent hier voor het leven en zo veel lid. Maar de toevloed is gelukkig in evenwicht met datgene wat verdwijnt. Natuurlijk heb ik nog zorg over de leden die na hun studie, zo'n 5 jaar na hun studie verdwijnen, maar gelukkig wordt ook dat minder. Maar dat heeft ook veel te maken dat we toch wat meer zichtbaar zijn geworden op de universiteiten. In het HBO kan dat zeker nog wat beter. We willen ook van die CEO-lezingen gaan organiseren in de HBO-instellingen. Hoewel ik weet dat in Twente bijvoorbeeld ook Saxion mee heeft gedaan met de reeks. En tenslotte, het is al even genoemd vanmorgen voor de nieuwe bestuursleden. Wij hebben hier een aantal zalen aan de voorkant in de verhuur. Dat zijn geweldige vergaderzalen met goede faciliteiten. We praten dus over in je omgeving, want het is wat teruggelopen. Dat heeft niets te maken met TV, maar wel met het algemene economiebeeld. We praten dus over, we zitten dicht bij het station. En de zaalverhuur levert in ieder geval op dat uw contributie niet omhoog zou moeten. Dus ook dat helpt. Ja, dat was een beetje wat mij bezig heeft gehouden in het afgelopen jaar. En nog steeds bezig gehouden. Dankjewel. Ik zou zeggen een hartelijk applaus.